Bij de Hersenstichting werken we samen met veel externe partijen, zoals wetenschappers, onderzoekers, donateurs. En dan is er dus een hoop uitwisseling van informatie. Denk bijvoorbeeld aan een projectaanvraag van onderzoekers, van een team onderzoekers die een subsidieaanvraag doet. En dan krijg je dus dat informatie samengevoegd wordt met data in ons CRM. En in het verleden ging dat allemaal via de mail. En dat brengt als risico met zich mee dat dus informatie niet actueel is. We gingen in overleg met onze ICT-afdeling om dat proces beter te stroomlijnen. Want de applicatie die we hadden, dat werkte gewoon niet echt lekker. We kregen niet de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen. Dat ging allemaal omslachtig. Met PDF-Butler hebben we dat zelf in de hand. We kunnen het proces zelf bouwen om informatie op een mooie manier aan de mensen aan te bieden. Het is altijd leuk om te horen dat externe gebruikers heel blij zijn met het overzicht en de duidelijkheid die wij creëren met onze Salesforce community in combinatie met PDF Butler. En je hoeft echt geen ICT-guru te zijn om ermee om te gaan, want technische informatie wordt gewoon lekker vertaald in een leesbaar document. Nu we hebben kunnen zien dat we in zo'n korte tijd zo'n mooie oplossing hebben kunnen realiseren, denken wij alvast na over de volgende stappen.